Yo boys, tof jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we weer op GTA 5. Hey jongens, vandaag zijn we met Andy. Miauw. Lekker man. En jongens, super dood dat we weer bij de stream zijn, wou ik zeggen. Dat zeg ik eigenlijk heel vaak, omdat ik echt de laatste tijd heel veel heb geluisterd natuurlijk. Maar ik wil eigenlijk nou meer gewoon lekker video's gaan maken. Gewoon puur om het feit dat we gewoon net even weer chillen. Oké. Wat is er bro? Jongens, als jullie de lach van Andy niet hebben gemist, doe dan even een duimpje omhoog. Ik loop even te kakken met dat grinsje, jongens. Dat is niet te geloven. Sorry ervoor, boys. Maar jongens... Ja, natuurlijk, hè. Ze moeten ook even niet vergeten. Ja, en... Werk ook onze supporter creator code, SN-REX. Precies. Jongens, ik wacht eventjes hier op Andy, want Andy loopt weer als een stuifbakpaneel. Oh, daar is hij. Een stuifpaneel. Ja, komt hij er weer aan als een dikke zeekoe. Maar in ieder geval, jongens, ik hoop dat jullie het weer leuk vinden dat jullie gewoon weer eventjes een video hebben. En jongens. Het is voor GTA als old school de tijden natuurlijk. Dus dat was natuurlijk altijd wel lachen. Voor de kijkers die al best wel lang kijken natuurlijk. En voor ook de nieuwe kijkers. Ik deed vroeger altijd ook best wel veel GTA 5. Heel veel GTA 5 races met vrienden. En dat was in ieder geval altijd lachen. En daarom doen we het nou nog steeds. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden in ieder geval. Gewoon weer eventjes iets anders dan Fortnite. Want ook al begint seizoen 9 pas. Wij gaan alsnog gewoon even old school door met GTA 5 natuurlijk. Maar dus in ieder geval, we zijn hier met Andy natuurlijk en die kerel, die is natuurlijk al vaker in de video's geweest natuurlijk, maar voor niet al die tijd, weet je wel, dat wij geen video's hebben upload, zijn we heel veel live geweest, maar ja, we hebben jou nog nooit echt gehoord ofzo, dus stel je eens even voor dan, voor de nieuwe kijkers dan. Nou, ik zou eens even uitleggen, daar gaat ie. Ik ben de bakbanaan Andy, ja. Hoe is de comment, hè? Ik ben gewoon 16 jaar oud, of volgens. We zien het al. Januari? Nee, september. Jammer. Ben je dit jaar nog 17 dan? Ja. Dan heb je gewonnen. Verdomme. En zoals vroeger speel ik ook Fortnite op PS4. Ik speel niet op PS4, maar op PC. Ja, ik speel net als volgens Fortnite. Oh, ja, maar jij zegt... Oh, wat doe ik dan? Ik moet in één keer een gek keurig beuk maar... Ja, dankjewel. Dat had ik net even nodig, dat setje in de rug, weet je wel. Gewoon even dat setje in het leven. Nou, je bent eerste. Nou, ik hoop dat je me niet in één keer haalt, want zo ben ik vriendelijk, ben ik dan ook alweer. Zonder enige twijfel ben ik dus voor de grap gewoon voor een support creator code gegaan op Fortnite. Maar die wil je natuurlijk wel even pluggen. Ik had verwacht dat ik het niet zou krijgen. Toch heb ik hem wel gekregen. Kaleren, ik krijg toch één. Nee, ik heb tegen Floris gezegd van. Godverdomme Floris, die is de beste. Ik heb tegen Floris gezegd van. Kunnen we wel samen delen, dit is zo. Miauw. En doen we nu op dit moment. Dus ja, vergeet niet SN-REX. En bij de 10k viewers krijg ik hupplepuff zoveel euro's. En die gaat hij dan weer aan mij. Ja. Nee, dit is echt gewoon weer verschrikkelijk. Maar ik haal ook weer deze stunt niet. Het is niet zo moeilijk. Oh, ik heb hem gehaald. Bakken banaan, jongen. Jij hebt hem toch ook gehaald, of niet? Nee. Waarom niet? Ik heb toch steeds niet gehaald. Ik elke keer zo scheef die dingen op de spijl gaan. Maar jullie kunnen trouwens Andy ook herkennen aan zijn lach, jongens. Dat is ook niet te geloven. Af en toe, jongen, als wij een grap maken of ik een grap maak of hij moet lachen om zijn eigen grap. Dan, jongen, die kerel kan lachen, is niet te geloven. Daar schiet je gewoon zelf van ook in de lach. Dus in ieder geval, als je deze video leuk vindt en die moet nu lachen om zijn lach natuurlijk. Zou het super dood zijn als je eventjes dat duimpje in de lucht zou kunnen steken natuurlijk. Ja, precies. Ey, allemaal achter je beeldscherm, weet je wel. Ja, precies. Let's go, jongens. En dan rijden we op dit moment lekker eerste met Andy. Ja, niet met Andy, maar we racen met Andy, maar niet op de eerste plek. Ja, wat slaat dit dan weer op? Ja, haal jij hem gewoon niet, of... Ja, wacht even. Ho, jongens, daar gaat hij. Ja. Hoppa! Big Boss heeft hem gehaald, jongens. De Big Boss 97, zeg maar. Oftewel met bijna Tante Keesgeef. Noemen ze hem ook wel eens. Tante Keesgeef. Gadver. Kak, zo nu haal ik hem niet. Ik speel.
Hoe is het dat die lacht nou, dat is niet te geloven, jongen. Oh mensen, het houdt op hoor. Hey, ik zweer het jongens, mijn greenscreen moet ook echt gaan zo gekke ontploffen, jongen. Maar ik zweer het jongens, als je ook goed, jongen, ik zweer, ik weet nu al wat de titel wordt van deze tekst. Lach om Andy's lach. Hashtag GTA 5. Ja, dat hoort hem jongen. Dus als je nu even naar de titel kijkt, dat is het volgens mij geworden. Of het is net veranderd, maar hè? In ieder geval zo in die richting. Oh, gast, Rick. Zijn we een goede... Hoeveel races gaan we doen? Het zijn er 8. Er zijn... Het zijn 8 races, geen 60 of zo. Oh, hoeveel laps zijn er? 2, toch? Ja. Yeah. Ja, nee, ja. We doen... hoeveel races doen we nou per video? Doen we er 3, jongens. Laten we 3 races doen, net zoals oldschool. Gewoon even lekker 3 races. Dan halen we makkelijk wel die 20 minuten natuurlijk. In plaats van die 10 minuten halen wij makkelijk die 20. Natuurlijk, dat is altijd super chill. Hoppatee, en dan rijden we nu over deze brug heen. En we crashen ook gewoon keihard, want we knallen tegen de vangrail. Hartstikke chill. Nee, precies dat. En voor de mensen die morgen naar school moeten, veel succes. Ik ben morgen en overmorgen ben ik vrij. Ja, maar het kan zijn dat ik de dingen in een weekend upload, hè. Ik wil niet zeggen dat het gelijk vrijdag online komt. Ja, dat zou kunnen. Dat zeg ik gewoon niet, jokje. Godverdamme. Grap, jij hebt weet, vandaag en... Deze video is nu letterlijk op woensdagavond opgenomen, zoals je niet weet. Ja, woensdagavond. Welke dag is vandaag? 8 mei. Ja, 8 mei, ja, dat is hem. Dat is hem. Ja? Nou, en als jullie dit kijken, dan is het misschien op een andere dag. Of op vrijdag, dan edit ik hem. Of op vrijdag, dan heb ik. Ja, dan edit ik hem morgen. En anders edit ik hem vandaag en dan kan ik die donderdag al uit. Ik weet het. En in de zomer ga ik vooral sowieso nog even wat voetbalvideo's even opnemen. Jongens, maak je daar niet... Staat nog in mijn agenda. Staat nog in, ja, dat opgeschreven. Dat komt goed. Maar ik denk dat iedereen zich helemaal de tering lag als jij die bal schoot. Maar ik ben bij de finish. Ik denk, gaan we lang op elkaar wachten? Wat godverdamme, dat moet je zelf weten. Jongens, ik weet niet. Ja, we kijken even bij Andy hoe het gaat, dus dan gaan we eventjes finishen. Sorry jongen, even een beetje druk op je schouders natuurlijk. Ik weet trouwens niet waarom we zo net eventjes... Ik krijg gelukkig door mijn bocht niet. Jongens, je zag niet eens wat grappig en die kerel begint al, gaat helemaal stuk. Maar oké, ja, Andy jongen, je kan hem nog halen hè? Ja, nu niet meer. We gaan door naar de volgende race. Jongens, tot zo bij race nummer 2. Nou boys, we zijn weer even bijgekomen van de eerste race natuurlijk. We gingen helemaal stuk aan het einde, want Ellie jongen die lacht. Ik moet misschien niet lachen om zijn grap, maar gewoon om zijn lach. Is echt verschrikkelijk, maar we zijn in ieder geval in race nummer 2. En we gaan weer kijken wie die nou eerste gaat worden, Andy. Dus je hebt weer je mooie Santorno. En ik ga... Jepperdemmie, ik krijg gewoon weer een lanterenpeil voorbij. Maar in ieder geval, we gaan weer kijken wie de eerste wordt natuurlijk. En dat gaat natuurlijk helemaal goed komen, want wij zijn natuurlijk niet te stoppen. Ook al hebben we echt maandenlang geen GTA aangeraakt. We gaan het vandaag toch even lekker doen natuurlijk. Hoppatee, zeggen we dan. En Andy, die gaat okay. Nee, ik maak hier al een drift, jongen. Dat kan ik al niet. Maar maak nu, we rijden hier gewoon vol. Even de pedalen skill. Ja, even naar einde. Hatsee, nasse frikandel, bami boom. Ik haal het echt maar net, hè? Of waar zit die checkpoint? Waar zit die checkpoint? Hij zit hier bij mij! Ja, maar waar is bij jou? Oh, door! Ja, je mag er niet overheen vliegen! Andy, je bent op zich best wel normaal met die gekke lach, man. Maar meneer, wij gaan er niet. Hè? Je mag wel rijden, het is een race, je hoort mij te verslaan, hè? Niet om mij te wachten, maar... Ik zou ook doorrijden, daar heb je wel gemerkt. Oh, naar rechts. Naar rechts. Jongen! Krijg je toch voor elkaar? Lekker man. Lekker, oké. Okay. Je hebt slipstream natuurlijk, dus je kan maar gek hard inhalen. Lekker. Ik
rij eindelijk. Nee, jij nou niet meer, nee. Maar ik rijd nu eigenlijk met een dikke lumpia vaart voor je natuurlijk. Dus ja, haal dan maar eens in, zeg maar. Oh, treinen! Oh, jongens, ho, Merry Christmas! Ik wil zeggen, dat is een van de dingen die Merry Christmas dan. Een lanternepijl, ja, die lanternepijl is helemaal verschrikkelijk natuurlijk. Ho, hey. Oké, ja, precies. Lekker. Let's go, jongen. We rijden tussen boompjes door. We rijden tussen allemaal gekken. Oh, wat krijgen we hier? Oh, heilige... Even oh, ben... terug. Ja. Godverdomme, ja, Gerda, jongen. Miauw, miauw, miauw. Gerda. Jongen, zometeen eet echt iemand Gerda. Dan beledig je hem misschien. Oh, nee. Frikandelle. Nee, Gerda. Oh. Ja, misschien heet er iemand Gerda in de comments. Dus ja, hey, like. Als je Gerda heet. Oh, waar vliegen wij nou naartoe? Heb je een checkpoint? Ik heb een checkpoint. Hoezo haal je hier de checkpoint? Wat is dit dan? Ik wil wel respawnen. Hoppatee, en dan rijden we zo op deze wal rijden. Mijn kat snap ben hij. Dat zag er zo dom uit. Ja, dat klopt. Het zag er zwaar dom, het zwaar debiel uit, ja. Oh, die vent, jongen, die heeft... Ik zei, jongens... Oh, jongens. Nee, jongens. Ik zweer. Oké, Andy. Als mensen nou zeggen je hebt astma, als ze dat zeggen zo meteen in de comments, wat zeg jij dan? Dat is gewoon mijn astma. Of mensen zeggen rokenslag, zou dat ook kloppen? Nou. Nee. Ja, joh, ga maar lekker. Ik ga maar lekker op de kop rollen, jongen. Nou, let's go. Oké, ik kan wel één woord zeggen, maar dat... Dan gaan, denk 9 van de 10 mensen gaan het niet eng vinden, maar die gaan echt denken van hoe de fuck kan ik een stem hebben? Wil je helpen? No. Dan kom ik. Vroegcheck. Het is toch niet te geloven. Maar wij zijn weer eerste geworden. En Andy had voor de check. Dat hoor je al. Nee, in ieder geval jongens. We gaan ook naar de derde race natuurlijk weer. En dan kijken we of we weer eerste kunnen worden tegen Andy. Maar tegen Andy race is namelijk niet zo moeilijk. Dus hey, doe het maar lekker loco. En dan zien jullie zo meteen in de... Boys, we zijn weer in race nummer 3 aangekomen. En daar gaan we dan, dames en heren. We gaan weer eigenlijk lekker racen. Er is een andere gozer bijgekomen. Dus hey, we hoeven niet tegen Andy te racen, maar ook tegen iemand anders. In de gele Centorno. En Andy rijdt natuurlijk de blauwe Centorno. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ik rijd namelijk in mijn T20. En ik snap niet waarom Andy niet zijn eigen T20 pakt. Maar dat zullen we nog wel zien. En Andy? Haakje. Ga je hem verslaan of niet? Oh, oh. Zo. Gerda. Wat is dit dan weer? Loppenstok. Ja, maar ik mis gewoon complete checkpoint. Ik ging veel te hard. Waar is dit nou voor een gejank? Jongens, we missen gewoon die hele checkpoint. Wat is dit? Ja, dan vliegen we zo scheid als het kan. Nou, in ieder geval, we hebben weer gemist. Nou, we staan derde, maar ey, we kunnen altijd nog die comeback maken natuurlijk. Want we rijden veel sneller dan hun doen in hun Centorno. Hoppatee. Lekker. En die jongen, wat vind je er nou van? Helemaal prima, helemaal mooi. Maar heb je nog vandaag wat meegemaakt wat we kunnen zeggen in de video? Denk jij van, dat moet ik nog maar even vertellen. Ja. Nou, kom het aan. Ik heb mijn voet verschrikt. Je voet verschrikt. En die krijgt toch zware eek? Okay. Ja. Die kippen krijgen gewoon een spontane banaan. Oh, water. Oh, vriendjes. Vriendjes. Hop, gas erop. Ja, waar gaan we naartoe? Miauw. Oh, spersiebonen. Ja, spersiebonen zijn vies. Ja, op zich wel, maar ik lust zelf ook niet. Maar als mensen in de comments, of als ze kijken, spersiebonen lusten, laat het even weten natuurlijk. Altijd lachen. No hate, dus. Mooi jokje. Ik heb geluk. Wat is dat nog een potje tegen een vliegjokje al? Floris. Ja, nee. Waar beach toe? Ja, boven je. Oh, ja, ik kom er precies naast. Ja, precies. Helemaal schijf. Nee, ik spring er gewoon nu. Ik spring gewoon nu de auto. Ik denk van, ik ga gewoon zelf maar kleren. Ik ga in één keer suicidaal doen. Ik ging gewoon in één keer op mijn auto te springen. Gewoon één keer. Gewoon één keer. Oh, ik kreeg gewoon nou een kijk wat gebeurt er dan, jongens. Ho. Kijk, wat was dit dan? Ik ben veel te snel in mijn auto, Andy. Als die mensen die van elkaar zijn, hè? Oh. Dan wens ik jullie succes met de rammen dan.
knap. Dankjewel voor... Nee, Andy, ik haal het gewoon niet. Ik weet nog niet, ik weet ook niet steeds waarom ik jouw naam roep, maar... Ik haal het gewoon niet, want ik ga gewoon veel te freaking snel. Mijn T20 gaat niet zo snel. Wat moet ik daar tegen doen? Ga ik nu te traag of te hard? Nee, ik ga niet. Oh, nee. Is er nou een gekke Loempia voor? Oh, is ik zie hem gewoon. Doe eens een keer. Oh, en! Wat lig jij daar nou weer te doen dan? Ben jij een bananenschil? Wat was je daar aan het doen? Ik raakte helemaal van mijn apropos. Oh ja, daar gaan we weer. Hoppa, lekker glijden, pik. Hoppa. Oh, hier, op onze voetjes, hè. Ho. 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 Dit gaat goed. Ho. Oh jongens, wie zegt me dat? Hoe kan dit nou goed gaan, man? Moet ik nou de bovenste hebben? Ja, tuurlijk. Het is. Hoe weten jullie dat jullie Centauros moeten hebben of zo? Wat is het? Nee. De trekhaak! Oh ja, dan moeten we even die doos natuurlijk weer gebruiken, hè? Jongen, het gaat lekker weer, dit. Oh ja, natuurlijk. Gebruik ik hem net verkeerd. Ja, dan ga je hier natuurlijk op die kant liggen. Hier, hoppa, weer zo dadelijk de auto knallen. Hoppa, lekker man. Andy, heb je dit al gehaald? Huh? Heb je dit al gehaald? Maar ja, ik moet dit toch al spijt eens vertellen. Ik ben al eerst. Niet alleen dat. Ik vlieg gewoon over die checkpoint heen. Ik neem door. Normaal heb je altijd een snelle auto nodig. Wat is dit voor een trollrace, man? Verschrikkelijk. Ik ben van eerste. Kipstop. Kom op de tv. Ga. Ik ben wel tweede, maar. Hé, ik kan niet. Bij jouw finish bedoel je? Nog een finish. Ik heb daar helemaal niet meegekregen, wist je dat? Ik heb daar helemaal niet misgekregen. Nou, dus nog even wachten op die roze jongens. En dan zijn wij... Heeft Andy ons gewoon verslagen nog in de laatste race? Is hij gewoon nog eerste geworden, ja. Ik vind het knap. Nou, Andy, gefeliciteerd met je eerste plek. Ik ook. En dan zien we jou weer bij een volgende video, jongens. En dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze livestream. Maar ook zeggen, ik heb te veel gelivestreamd. Het zit in mijn hoofd. In ieder geval, dankjewel voor het kijken van deze video. Als jullie het dood vonden, geef natuurlijk eventjes een like. En abonneer eventjes. Zou super doof zijn natuurlijk. Dan kunnen we weer lekker groeien naar de 620 subs of zo. Of 1620 in ieder geval. En dan zeg ik bye bye mensen. Tot de volgende keer. Doei. We'll be right back.